Koen, je zit weer op het oude Nest, heb ik begrepen. Ja, zeker. Ik denk dat het een heel mooi jaar gaat worden. Voor de goede orde: TVM. Ja, zeker weten. Ik heb getekend bij TVM en we zijn weer rond. Ik denk dat het een heel mooi jaar gaat worden. Ik denk dat, uh, dat we een hele sterke ploeg hebben bestaan. en uh, dat we elkaar uh, allemaal naar een heel uh, veel hoog niveau kunnen brengen. En uh, ja, ik, uh, ik heb heel veel uh, mensen om me heen die, uh, waar ik veel aan heb in ieder geval. En uh, dat is denk ik de perfecte route om naar, uh, om naar Sochi toe te gaan, naar de 1500 meter en uh, de ploegachtervolging. Hoe is het hernieuwde contact weer tot stand gekomen? Nou ja, ik, uh, ik heb een jaar uh, geïnvesteerd in mezelf omdat ik... Uh, ja, toch al door gaan met Jan, en uh, nu heb ik gewoon voor gekozen. Heb ik gekeken naar wat is het beste voor mij, wat is het beste om naar, uh, naar de Olympische Spelen toe te werken. Ja, en dan uh, kwam, ik, uh, kwam ik al gauw uit bij TVM, en uh, nou, ja, dat is in samenspraak gebeurd. En uh, ja, dat is hartstikke mooi dat dat, dat dat kon. Zat je daar op een eilandje? Nee, helemaal niet. Ik heb altijd uh, goed contact gehad. Uh, ik heb altijd super contact gehad met Jan, en uh, maar ja, op een gegeven moment, uh, zoals nu, uh, voel ik. Uh, Pak ik een paar tandjes hoger en voel ik dat ik beter word. En ik heb daar bepaalde dingen voor nodig. En uh, ja, dat, uh, dat ging daar niet meer lukken. En dat uh, gaat bij TVM wel lukken. Dus dat uh, was al vrij duidelijk. Wat gaat er dit weekend sporttechnisch al voor je veranderen? Nou, de grote verandering is dat uh, Gerard uh, Kimkens op de kruising staat. En voor de rest uh, hebben we een goed overleg uh, met uh, alle andere partijen. Dat ik nu onder TVM sporttechnisch val en dat ik van hun diensten gebruik kan maken. En ja, dat is toch hartstikke mooi. Dat je naar de laatste twee wedstrijden met zo'n support naar alle rust en naartoe kan werken. Even wat anders. Kan je die valse start nog herinneren van TVM, vier jaar terug? De valse start? Op 22 april. Uh, de tien minuten te laat komen bedoel ik. Ja, die kan ik me nog herinneren, ja. ja. En je moest toen nog geld betalen. Je hebt inmiddels kunnen sparen, denk ik. Ah, ik heb kunnen sparen, zeker weten. Maar die, dat gaan we ook niet meer doen. Net te laat komen. Nee. Die instelling is goed nu? Nou, die was toen ook al goed, hoor. Maar uh, ja, dat had niet mogen gebeuren. Zeker niet op de eerste dag.